Vandaag hebben de aankomende bestuurskundestudenten een campustour als vervanging van de reguliere meeloopdagen. Benieuwd hoe zo'n tour toch kan doorgaan ondanks de coronamaatregelen? Laat een kijkje nemen. En waarvoor is deze tour? We proberen gewoon zoveel mogelijk voorlichting te geven over de studie bestuurskunde, zodat zij een idee hebben, één, hoe de campus eruit ziet, een beetje een beeld krijgen van als ik hier wil gaan studeren, hoe ziet dat eruit. En deze zijn vooral aankomende studenten, dus die twijfelen nog heel erg over wat ze willen doen. En we hopen met deze tour een keuze makkelijker te maken eigenlijk. Ik ben heel enthousiast over de studie bestuurskunde en dat zou ik eigenlijk heel graag willen delen met andere studenten. Dus ik hoop dat ik die enthousiasme op deze manier een beetje kan overbrengen en hen kan laten zien wat voor leuke studie bestuurskunde is. En wat vond je van de tour? Ik vond wel een heel duidelijke tour. Je kon gewoon vrij vragen stellen. En het was ook wel duidelijk dat je gewoon... Ja, dan zie je toch een beetje de sfeer, ondanks dat het niet helemaal zoals normaal is. En twijfelde je of je deze tour wel wilde doen in verband met de coronamaatregelen? Nee, eigenlijk niet. Omdat ik... Dat was een van de weinige mogelijkheden die ik had om nog wat informatie te... En ja, ik wilde toch wel wat meer oriënteren. Dus ik dacht van, doe dan maar gewoon. En vond je het jammer dat je sommige dingen niet kon laten zien van de campus? Ja, je wil natuurlijk wel een complete ervaring geven. En doordat je ze niet helemaal naar binnen kan laten meenemen en naar alle collegezalen, hebben ze niet die complete ervaring niet. Maar ik denk dat dit op deze manier ook een hele goede oplossing is en toch wel hopelijk voldoende is om hun idee te geven. En twijfel je nog tussen bestuurskunde en andere studie? Ik zat nog te kijken naar pedagogische wetenschappen en psychologie, maar ik ben hier wel heel enthousiast over eigenlijk nu, dus ik zie dit nog wel gebeuren.